Zaterdag de Champions League finale en dat is voor Zizou, Zinedine Zidane, alweer de derde keer op rij dat hij hem eigenlijk kan winnen. En als je naar de erelijst van Zidane kijkt, bij Real Madrid in 2016 begon als trainer 2 keer de Champions League, 2 keer het WK voor clubteams, 2 keer de Supercup, 1 keer de Primera División en 1 keer de Supercup van Spanje. Het is niet normaal. Wat is het geheim? Dat wil ik weten van jou, Süleyman Özdürk. Het geheim van Zizou. Het geheim van Zizou. Ja, ik ben bang dat er geen geheim is. Je kunt niet zeggen, hij gebruikt een geheime tactiek die niemand heeft. Of hij heeft een bijzondere trainingsmethode. Hij geeft spelers vertrouwen. Dat klinkt heel makkelijk, maar je hebt wel te maken met multimiljonairs. Allemaal jongens die meervoudig international zijn. Jongens die misschien, zoals Karim Benzema, een probleem hebben met hun land. Elk individu wordt op zijn manier behandeld door Zinedine Zidane, die natuurlijk zelf ook geen makkelijk karakter is. Die weet wat er kan gebeuren in het heet van de strijd. En hij heeft voor iedereen een pasklaar antwoord. En hij kan heel goed omgaan met die jongens. Een ander sterk punt is dat hij heel slim en heel goed weet wie wanneer moet spelen. Hij heeft het voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld, om Cristiano Ronaldo er heel vaak in uitwedstrijden niet bij te laten zijn. De jongen is dus veel frisser. En hij rouleert ook op andere plekken met een aantal spelers. En ondertussen zie je wel heel duidelijk dat 8, 9 jongens, en misschien wel 10, altijd spelen op de echt belangrijke momenten. En jonge spelers, zoals Vasquez, die toch wel heel veel minuten krijgen, ook in de competitie, die voelen zich ook onderdeel van het team. Dus hij weet zo'n selectie heel knap bij elkaar te houden. Ja, dat maakt hem wel bijzonder. En je ziet eigenlijk langs de zijlijn zelden iets gebeuren bij Zinedine Zidane. Hij heeft de controle en als hij die controle dreigt te verliezen, dan pakt hij die controle weer terug met een ingreep. Controle had hij ook altijd over de bal in het veld. Ja. Niet vaak zo dat een hele grote speler ook een hele grote coach blijkt te zijn. Maar is het alleen een motivator of is het ook een grote tacticus? Nou, Zidane is natuurlijk niet zomaar ineens op de bank beland bij Real Madrid. Hij was adviseur van de voorzitter, is TD geweest. Heeft andere trainers aan het werk gezien. Heeft natuurlijk een geweldige carrière gehad waar hij ook met heel veel trainers te maken heeft gehad. Ja, Zidane heeft wel degelijk verstand van voetbal. Dat hoor je van de spelers. Dat zag je ook bijvoorbeeld in de vorige Champions League finale. Waarin ze de tegenstander hadden geanalyseerd. Juventus, die bleek zwak te zijn op lage voorzetten. En een aantal doelpunten kwamen uit lage voorzetten. Dus er wordt wel degelijk tactisch nagedacht door Zinedine Zidane en zijn technische staf. Je kunt niet zeggen dat Zidane een tactisch domoor is. Anders wil je niet 2 keer de Champions League en kun je niet 2 keer op rij of 3 keer op rij de finale bereiken. Als je hem eens vergelijkt met de tegenstander bij Liverpool, Jurgen Klopp. Wat is dan het grote verschil tussen die twee? Zinedine Zidane is natuurlijk de groot voetballer die met geweldige spelers mag werken en die niet als tactisch genie wordt gezien. Jurgen Klopp aan de andere kant was een slechte voetballer, dat zegt hij zelf ook. Heeft zich via Dortmund opgewerkt naar de top en wordt gezien als een tactisch genie met zijn gegenpressing. Het druk zetten op de bal en de tegenstander. Dus dat is wel een groot verschil en als je ook gaat kijken, dat zul je ook zien. Zinedine Zidane, die wijst af en toe. Maar hij is de rust zelf. En Klopp zie je voortdurend in beeld, schreeuwen, meeleven. Dat zijn dag en nacht verschil. Het gaat in het voetbal heel vaak over tactiek. Maar als je die voetballers zelf spreekt, zoals Karim Benzema, er is een documentaire uitgekomen op Netflix over hem. Die heeft heel veel moeite met het feit dat hij niet meer opgeroepen wordt voor de nationale ploeg. Nou, hij heeft de onvoorwaardelijke steun van Zinedine Zidane. Als je ziet bijvoorbeeld zo'n Varaan, die heeft jarenlang gepeld tussen bank en basis, had een aantal spelers voor zich. Wie was er op de achtergrond aanwezig om hem gerust te stellen? Jongen, jouw kans komt nog wel, je bent nog jong. Zinedine Zidane. En zo heeft hij dat hele elftal vertrouwen gegeven. Dat is zo belangrijk. Je kunt wel als trainer binnenkomen met een filosofie en ik wil aanvallend voetbal spelen, maar je moet eerst de jongens voor je winnen. En als die jongens voor je willen werken, dan heb je de helft al gedaan. En dat is echt de grote kracht van Zinedine Zidane. Je kan bij hem de bal inleveren, maar je kan bij hem ook een spelersgroep inleveren. Dan doet hij het ook precies hetzelfde met de bal. En dat is op gevoel. En dan kun je een heel eind komen met een geweldige elftal als dit Real Madrid.